Wauw, dat waren inderdaad de jongens van de New Kids on the Block in actie. En dat was afgelopen zondag in Ahoy dat dat gebeurde. Nu gaan we even kijken of iemand al geraden heeft wat er in deze doos verstopt zit. Ik hoor de telefoon al overgaan. Mijn enige aanwijzing was, het leeft. En wie hebben wij aan de lijn? Dirk Rozen. Dag Dirk, wat denk je dat erin zit? Een konijn. Een konijn? Ja. Het is niet goed. Er zit geen konijn in. Nee. Dan gaan we naar de volgende. Hebben wij al iemand aan de lijn? Ja? Wie ben jij? Hallo? Als je me hoort, mag je je naam heel hard roepen. Iedereen aan de telefoon roept weer zijn naam nu, anders gaan we door naar de volgende. Het blijft stil. Gaan we door naar het volgende telefoontje? Ach jeetje. Nou, ik vraag het nog één keer. Wie hebben wij aan de lijn? Dat heb je, hè? Met een ja, hè, hè? Wie ben jij? Hallo, Mieke. Mieke, wat denk je dat erin zit? Een plant. Een plaat. Een plant. Plant. Een plant, met een A. Een plant. Het leeft. Nou, gaan we eens even. Waarom denk je dat, Mieke? Nou, het leeft. Een plant leeft. Een plant leeft. Ja, ja, daar heb je, kon je wel eens gelijk in hebben. Eens even kijken. Wat is dit? Daar komt hij. Een plant. Mieke, gefeliciteerd. Applaus, applaus van onze... Ja. Mieke, dat vind ik heel knap bedacht. En daarom krijg jij ook inderdaad de prijs van vandaag. Daar komt hij. Eens even kijken. Dit is een draagbare radio met koptelefoon. Lekker voor op de fiets en in de trein. En dat je er veel plezier van hebt. Mieke, kunnen we nog even een hoera, olé, olé, wat zijn we blij geluid horen? Ja, tuurlijk. Nou, dan komt hij dan. Yay! Ja, heel goed. Gefeliciteerd. En tot ziens maar weer. Mag dag. Ik even groetjes doen? Kan je even helpen dat we hem even opzij zetten? Ja, oh, zo. En dan doen we even dit weg. En dat klappen we dan eventjes dicht. Die schuiven we zo aan de kant. Want we hebben weer een nieuwe kist. Zo, dat is hem. En daar komt de eerste aanwijzing aan. Daar gaat hij. Nee, ik ga hem nog niet geven. Ik ga eerst aan het rad draaien. Ja, ik raak er helemaal de kluts van kwijt. Ik geef één aanwijzing en meteen wordt het geraden. Nou, daar komt hij. Begint jouw achternaam met een O. Dan mag je twee doen, meedoen met de tweede ronde van het spel. Je mag ook nog meedoen als je achternaam begint met een R. Hier komt de aanwijzing. Lekker warm. Lekker warm. Nou, wat zou dat nou zijn? Heel veel succes. Telefoonnummer is 06-350-330-04. 06-350-330-04. Dit is het nummer wat je mag draaien en wie weet... Kom jij straks in de uitzending. Nu dan inderdaad de Telekids kiosk. Bij mij zit dus inderdaad nog steeds basisschool De Nieuwe Vesten uit Steenbergen. Sjoerd, jij voert een beetje de groep aan. Welke krant hebben jullie gelezen? Brabants Nieuwsblad. En hebben jullie echt alles uitgeknipt wat jullie tegenkwamen? Nee, niet alles. We hebben gewoon geselecteerd. En waar selecteer jij nou op, zeg maar? Nou, sportberichtjes vind ik wel leuk en hele leuke berichtjes. Ja, ben je zelf sportief ook? Ja. Wat doe je bijvoorbeeld voor sport? Atletiek. Atletiek doe jij? Ja. Ah, dat is inderdaad wel leuk. Dat is ook heel zwaar, denk ik. Hè? Ja. Nou, maar jullie hadden weer ontzettend veel berichtjes en we kunnen helaas niet alles behandelen. Maar één berichtje hebben we eruit gehaald. Het is het berichtje over het concert. Hè? Verbluffend concert voor de Koerden. Wat is er eigenlijk, hier zien we dan dat berichtje in beeld wat je eruit hebt gehaald. Maar wat is er ook weer met die Koerden aan de hand? Kan je dat nog even vertellen? Nou, die zijn gevlucht voor Saddam Hussein. Ja. En die leven nou in tentenkampen. Die hebben veel te weinig te eten. Ja, dat is heel slecht daar. Hè? Dus, ja. We gaan even kijken hoe dat daar gaat, daar bij de Koerden. We zien dat ze wat voedsel krijgen aangereikt van verschillende mensen. Dat wordt gedropt, zeg maar. Met parachutjes wordt dat uit vliegtuigen gegooid. En je ziet gewoon, ja, ze zitten met hele grote groepen mensen in hele kleine tentenkampen. Hebben het dus heel slecht. En ook heel veel ziektes zijn er uitgebroken. En daar proberen we allemaal wat aan te doen, tenminste. Een hoop mensen. Bijvoorbeeld, dat concert is daarvoor gegeven. Ja. En daarom is bij ons in de studio Marijke Klaasema van ID-TV. Welkom, Marijke. Jullie zorgden voor de registratie van het Nederlandse aandeel, zeg maar. Ja. Wat dan weer naar Londen ging en toen wereldwijd werd uitgezonden. Nou, de kinderen van de Nieuwe Vesten willen graag wat vragen stellen. Dus ik stel voor, Sjoerd, ga je gang. Sjoerd wilde graag iets over die artiesten weten. Weet je wel? Dat worden die gevraagd om te doen of bieden ze zichzelf aan? Meestal aan het concert. Ja. Het is eigenlijk alle twee. Ze worden zowel gevraagd als dat ze zichzelf aanbieden. Een jaar of vijf geleden inmiddels alweer hadden we zo'n eerste keer zo'n benefiet. Dat was Live Aid. En dat heeft ontzettend veel betekend voor Afrika destijds. En dat heeft heel veel indruk achtergelaten. Dus artiesten willen heel graag meedoen en ze bieden zichzelf aan en ze worden gevraagd. Ja.
Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar Femke. Hoeveel geld kost zo'n organisatie en hoe lang duurt dat? Om dat allemaal te realiseren. Ja, om het te maken, En hoeveel het kost. Nou, op zich is het heel duur om zo'n evenement te organiseren. Er zijn ontzettend veel mensen bij nodig. De verbindingen naar al die landen zijn verschrikkelijk duur. Het loopt echt in de miljoenen. Alleen zodra het een liefdadigheidsconcert is, dan doen mensen natuurlijk mee voor minder, voor lagere prijzen, zelfs gratis. En is het nog een groot bedrag? Nog wel een aantal tonnen, vrees ik. Maar zijn er dan mensen die bijvoorbeeld gratis het decor opbouwen of zo van allemaal, die bedrijven? Ja. Dus zo lukt dat dan een beetje. Ja. Dan gaan we door naar Menno. Krijgen de artiesten er ook nog geld voor? Nee, het kost hun geld, denk ik, over het algemeen. Ze krijgen er geen geld voor, ook geen vergoeding. Maar er zijn dingen nodig om het mooier te maken. Bijvoorbeeld hun eigen concert. Wat wij hadden met New Kids on the Block. Is er extra licht nodig bijvoorbeeld. Een deel was er, maar er moest iets bij. En dat betalen ze dan zelf. Reiskosten, andere onkosten, hotelkosten. Dat dragen ze zelf. Dus het kost wel geld. Heel aardig, hè? En iemand van de New Kids on the Block deed ook nog iets, een soort van toespraakje. Wie was dat ook alweer? Volgens mij was dat Donnie. Volgens mij is het Donnie. Ik weet het niet zeker, hoor. Maar dat gaan we eventjes bekijken. Een stukje weer uit het concert, de toespraak van, volgens ons, Donnie. Maar we kunnen het mis hebben. There's a lot of governments in this world who have the power, the money, and the strength to keep situations like the situation with the Kurdish refugees from happening in the first place. However, some of these governments don't take advantage of that power. And that leaves people like you, the regular people all around the world, to have to stand up and do what we're going to do tonight. Dat was inderdaad Donnie. Nu gaan we naar José, die ook nog wat wil weten. Hoe komen de beelden uit het buitenland hier in de studio? Dat gaat via een satellietverbinding. Het is een vrij technisch verhaal natuurlijk. Maar het wordt opgestraald, heet dat. Van Rotterdam in ons geval was het dan. Naar, eerst naar Hilversum, dan omhoog naar de satelliet. Dan wordt het eraf geplukt. Ja. En dan gaat het later weer terug. Dat is heel ingewikkeld. Maar in ieder geval kwam wel alles, zeg maar, werd alles vanuit Londen. Alles zeg maar, werd uitgezonden. Vanuit Londen uitgezonden. Alles kwam eerst binnen in Londen, werd daar verzameld en werd daar tot het programma En waar was het ook weer? Want het was dan in Rotterdam. In Wembley. Wembley Arena. En waren er nog meer concerten? Er was eentje in Zwitserland, heb ik begrepen. Er was een stuk uit Amerika en nog iets uit Manchester. Ja, maar het meeste kwam uit Wembley. En al die beelden kwamen dan weer bij elkaar. Jeroen, komen ze aan het geld voor het goede doel? Wat zeg je? Hoe komen ze aan het geld voor het goede doel? Dat geld, dat komt op verschillende manieren binnen. In Wembley natuurlijk hebben de mensen entree betaald. Dat geld gaat naar het goede doel. Verder al die verkopen aan de verschillende televisiestations. En er zijn 32 landen die het uitgezonden hebben. Dus die betalen allemaal een aankoopbedrag. Normaal is dat winst, maar nu gaat het naar het goede doel. En jullie hebben het Giro-nummer allemaal gezien op tv, 800-800. En iedereen die daarop stort, dat geld gaat ook naar de Koerden. Dus het komt uit verschillende bronnen. Ja. Dan gaan we tot slot naar Lieke. Zijn er wel van die, die artiesten, artiesten dus, die weigeren die wel eens om te zien? Om even roddelen te eindigen? Lekker. Nou, helaas heb ik niet zo'n verhaal. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Was destijds met Live Aid en ook de Mandela-concerten. Iedereen die ervoor gevraagd wordt, doet mee. En dat is natuurlijk, dat is ook logisch. Het is een platform. Ze kunnen vertellen waar ze vinden waar geld naartoe moet of wat een goed doel is. En ze willen graag hun medewerking verlenen. Ja. Nou, dat waren de vragen, Marijke. Is voor IDTV ook alles goed verlopen? Ja, prima. Alles goed verlopen. Ja, het was even snel. Het was heel snel. Het was binnen een week. Het namelijk poten moest meer. God, dat is ons wel vaker in een week is dat, moest dat. Hè? Ja, nou, het zag er prima uit, want ik heb het ook gezien. Ja. Bedankt, Marijke, voor je komst. Dit was de kiosk. Na de reclame gaan we kijken of iemand al geraden heeft wat er in die doos zit. Dus tot straks. Het Telekids Roadshow Spektakel gaat deze zomer op zoek naar leuke, gezellige kinderen die op de roadshowwagen hun kunst willen vertonen. Kom kijken en wie weet mag jij meedoen aan het Dummy Krakspel en win je een paar fantastische dummyprijzen. Maar er gebeurt meer. Er wordt gezongen, maar vooral ook gelachen. Bedenk je geen minuut als we bij jou in de buurt zijn. Binnenkort komt de Telekids Roadshow naar de volgende plaatsen. Vrijdag 10 mei zijn we in Huizen en zaterdag 11 mei in Amsterdam-Noord. Voor boekingen evenementenbureau Gerard van der Kolk 035 213 241. Jullie
We zijn weer terug in de studio. Zullen we weer eens eventjes gaan kijken of iemand al geraden heeft wat er in die doos zit? De telefoon gaat weer over. Wie hebben we aan de lijn? Hallo? Hallo, wie ben jij? Met Sander Olaf. Dag Sander, wat denk je dat erin zit? Wanten. En wat? Een wanten handschoenen. Wanten, handschoenen. Eens even kijken hoor. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Gaan we door naar de volgende. Wie hebben we aan de lijn? Hallo? Hallo? Eva, wat denk je dat erin zit? Een kruik. Een kruik, dat is wel lekker warm, maar ik heb net al even gekeken. Dat is niet goed. Dan gaan we naar de volgende. Wie hebben we aan de lijn? Hallo? Als je mijn naam... Hallo? Met Jordi. Dag Jordi, wat denk je dat erin zit? Oorwarmers. Oorwarmers, is ook lekker warm, maar is niet goed. Dan gaan we door naar de volgende. Wie hebben we aan de lijn? Met Marieke Rostoff. Dag Marieke, wat denk je dat erin zit? Pantoffels. Pantoffels, waarom denk je dat? Nou, dat is lekker warm aan je voeten. Ja, ik vind jullie echt wel steengoed vandaag, want ik ben bang dat dat goed is. Wat is dit? Ja, er is weer een applausje voor Marieke hoor, want hartstikke goed. Prachtige sluipers trouwens, die zet ik eventjes hier neer, zo. Nou, dan zit er ook een prijsje voor jou bij. Dit is weer voor op je fiets. Marieke was het, hè? Ja. Dit is voor op je fiets, dat klem je er zo op en dan kun je daar een bandje in doen, geloof ik, op de een of andere manier. En dan kun je al zwingend dus gaan fietsen. En wat horen wij dan zo in de huizen, Marieke? Hoera! Ja, joepie de poepie. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Ik doe het weer eventjes terug. Ik hoop dat je er blij mee bent. Dag! Dag! We zetten hem alweer opzij. Het gaat razendsnel vandaag, het spelletje met de doos. We gaan alweer naar de volgende doos. En de eerste aanwijzing van de volgende doos krijgen jullie straks. Ik ga eerst weer aan het rad draaien. Daar komt hij. Ik zal hem heel hard draaien. Dat woord de Z begint jouw achternaam met een R van Rudolf, van O van Otto of een Z van Zierikzee. Dan mag jij bellen, maar dan moet je natuurlijk eerst de aanwijzing weten. Hier staat de doos, hier komt de eerste aanwijzing. Het is van metaal, het is van metaal. Weet jij het en begint jouw achternaam met een R, een O of een Z? Dan bel je met 06-350-33004. 06-350-33004. Heel veel succes wederom. Dan zijn we nu aan de tekenfilm toe. Hebben jullie een beetje zangoefening gedaan? Een beetje, laat eens horen. Nee, niet echt. Nee, je hebt het ook niet echt nodig. Hè? Maar hebben jullie wel geoefend? Nee. Ook niet? Nou, dan moet ik het gewoon horen. Ik doe het thuis maar mee, want ze hebben dus niet geoefend. Dus ze hebben ondersteuning nodig. Daar komt hij. 1, 2, 3. Jabbedabbedoe. Ja, was inderdaad wel een beetje zacht hoor. Dus nog een beetje oefenen, maar hier zijn ze vanuit Steenstad, de Flintstones.